Goedemiddag, dames en heren. Goedenavond en hartelijk welkom bij deze spectaculaire opening van Voetbal Inside. Vandaag met René van der Grijp, Gert-Jan van Beek en Johan Derksen. Ja! Brand los zou ik willen zeggen. Ja, wie gaat het hier? Walter Trout, hè? Die is in Nederland, want die krijgt hier de Sena European Guitar Award 2015. Dat is zo'n beetje de beste gitarist ter wereld die hij krijgt. Die hebben Jan Akkerman een keer gewonnen, Brian May en Slash. En een dag later staat hij in Carré en die prijs krijgt hij op 27 november. En dit is een van de grootste gitaristen ter wereld, al sinds jaar en dag. En het leuke is dat verleden jaar om deze tijd was hij op sterven na dood. Hij had nog 3 dagen te leven. Hij zag er werkelijk uit, verschrikkelijk. En hij zou een nieuwe lever krijgen. Maar hij woont in Los Angeles en daar was de wachtlijst voor nieuwe levers, zo gaat het in Amerika, heel lang. En hij had niet meer tijd. En toen hebben ze hem overgevlogen, want een andere zanger die had dat in Omaha gedaan. En in Omaha was hij wel meteen aan de beurt. En toen is hij gered. En nu met een nieuwe lever speelt hij weer zo. Dus ja, hij heeft ook een nieuw leven. Een nieuw leven en een nieuw en een leven. Nieuwe leven. Ongelooflijk, inderdaad. Ja. Wat ik zo mooi vind, jij zit er bewegeloos bij, alsof je hond is overleden. Ja, nee, maar als ik... Ja. Ik ben niet het swingtype, zoals onze grote vriend Humberto, die dit maakt. Nee, daar zit ik me kapot aan te ergen. Maar als er een gitarist speelt of een band, dan moet je gewoon kijken en luisteren. En ik kan de hele avond naar die man luisteren. Ja. Maar helaas moet ik voorlopig 1,5 uur naar jouw huis. Ja, nou, niet alleen naar mij. Gert-Jan en René zijn er ook bij. Maar Walter Trout, dames en heren, geef een enorm applaus. Ja.